De leerlingen van de vijfde klas van de openbare school Flora 2 hebben vanmorgen een educatieve tocht op het Polytechniek College Suriname PTC gehad. Een voorsprong krijgen op wat je later kan doen of worden is altijd een pluspunt, zegt Mirella Thijm, hoofd van het College Agriculture and Health van het PTC. Thijm geeft aan dat de dagtocht van de kinderen van OS Flora een pilotproject is van het PTC. Met deze tocht willen ze de leerlingen kennis laten maken met het college. Op een eenvoudige manier wordt aan de kinderen uitgelegd wat het PTC allemaal te bieden heeft. Thijm vertelt wat ze specifiek wilden bereiken met de kinderen. Het PTC richt zich ook op het ondernemerschap. En wat we willen laten zien is wat de mogelijkheden zijn binnen de agrarische sector onder andere. Heel vaak denken wij dat landbouw betekent dat je in de felle zon staat, met je handen in de modder gaat zitten ploeteren. Maar met de landbouw kan je heel veel meer. Wat moet gebeuren daarna met de producten die zijn geoogd, zeg maar. Die moeten geproduceerd worden. Je kunt ze verwerken in voedsel. Dat bieden we aan, of dat kunnen de kinderen leren bij onze richting Food Technology. Maar men kan ook nog denken aan bijvoorbeeld de export. Ja, maar denk bijvoorbeeld aan de export van onze groene producten, zeg maar. We moeten niet alleen denken aan de lokale markt, maar ook aan de regio. Onze president heeft namelijk ook gezegd dat wij de voedselschuur moeten worden van de regio. Dus we moeten wat breder gaan kijken en bijvoorbeeld het ondernemerschap binnen de agrarische sector gaan stimuleren. Het PTC bestaat uit 10 colleges waarvan Agriculture and Health 5 richtingen heeft. Alle studies van het PTC zijn bacheloropleidingen. Thijm zegt dat er best veel informatie aan de kinderen is gegeven tijdens de educatieve tocht. Maar ze kunnen het aan, want ze zijn heel flink, benadrukt ze. Nee, we hebben het geprobeerd zo aantrekkelijk mogelijk te maken. En rustig mogelijk in te richten eigenlijk. En de studierichtingen houden eigenlijk verband met elkaar. Dus bij de ene leren ze de agronomie, dan gaat het over naar de international agribusiness en de voedselverwerking. En we hebben het programma zodanig opgesteld dat we met genoeg tijd alle kleine facetjes van iedere studierichting kunnen laten zien. En dat ze dat ook kunnen proeven. En ook zelf kunnen experimentjes kunnen uitvoeren. Mirella Thijm, zij is hoofd van het College Agriculture and Health van het PTC vanmorgen tijdens de educatieve tocht van de leerlingen van de vijfde klas van de openbare school Flora 2.